Gerard de Nooijer, de eerste wedstrijd zit erop. Ben je tevreden als je er al iets behoudt, iets over kan zeggen? Nou ja, in ieder geval tevreden over wat we afgesproken hebben. Dus heel snel druk zetten, de bal snel afpakken. Alleen ja, voetballen moet het altijd beter, maar dat zal elke trainer zeggen. Het was natuurlijk ook een tegenstander die heel ver inzakte. Ja, want dat zijn natuurlijk die potjes. Je hebt de tegenstander die probeert de schade te voorkomen. Ja, mag je dan gewoon zeggen dat 5-0 regulier is? Ja, dat vind ik wel. Het is tegen de eerste klasse. Zij zullen misschien een aantal spelers missen, maar oké. Wij moesten in de rust ook wisselen. Toch wat noodgedwongen met Denzel en Christian. Dus we hadden ook een heel ander centrum. Maar ze zijn denk ik 2 keer over de helft geweest. En 2 keer schoten, 2 keer naast. En wij hebben toch wat aantal kansen gecreëerd. En dat was het belangrijkste. Je hebt al je spelers laten spelen. Kan je er dan uit zo'n wedstrijd al wat van zeggen? Kan je al, nou, conclusies niet trekken, maar zie je er al wat in? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, je geeft het antwoord zelf al. Nee, dat is bijna onmogelijk. Alleen je ziet wel dat ze heel graag willen en heel veel frisheid. En wat wel natuurlijk is, dat we heel veel snelheid hebben. En dat is wel een verschil. Met name de tweede helft vond ik dat opvallend, dat het allemaal nog wat sneller leek te gaan. Ja, maar het kan ook zo zijn dat WNC wat minder snel ging worden. Want die waren natuurlijk al vermoeid bij de rust. Oké, wij zijn, ze zien er goed uit en we staan er goed op. Hoe ziet jouw verdere voorbereiding eruit? Waar liggen voor jou de accenten? Nou ja, in ieder geval fit blijven, hè, tot de eerste wedstrijd. En zorgen dat wij de speelwijze die we Dordrecht hanteren, dat de nieuwe jongens die onder de knie krijgen. En daar gaan we de komende weken hard aan werken. En denk ik ook nog op zoek naar ervaringen, want je hebt allemaal jonge jongens lopen nu. Ja, oké, maar dat is niet aan mij, dat is aan de club zelf. Dus wij moeten het voorlopig doen met deze jongens. Maar oké, Dordrecht kennende zal er wel een aantal spelers bij komen. Heb je dan toch niet zoiets van een verlanglijstje ingeleverd toevallig? Nee, ik heb nooit geen verlanglijstjes, alleen bij een verjaardag. Dankjewel. Is goed.